Hier hebben we hem dus, Gino de Bakker, dit jaar al 6 overwinningen. De laatste dateert van een goede week geleden in Templeuve. Uiteraard op de grote plaat, dat is waarschijnlijk 52 of 53. En dan 12, 13 achteraan. Dat is de grote versnelling. We komen nu toch stilaan in de buurt van Tours, wellicht in Jouy-les-Tours. En dat zal op 9 kilometer van de finish zijn. De Bakker dus, maar het zal nog moeilijk zijn in die finale, zelfs de laatste rechte lijn, 2,5 kilometer en de laatste Franse winnaar hier dus, Albert Bouvet, 56, die kwam daar nog met duidelijke voorsprong aan bij het begin van die laatste rechte lijn en die won uiteindelijk met ja, misschien 2-3 meter, want wanneer dat peloton hem daar in het gezicht heeft, dan wordt het bijzonder moeilijk voor een vluchter. Dat is dodelijk, zo'n lange rechte lijn. Dat is ideaal voor sprinters natuurlijk. Om een normaal zuivere, regelmatige sprint te krijgen. Maar als je dan met kleine voorsprong maar voor dat peloton uitrijdt, dan wordt dat zeer, zeer moeilijk. Een rijkswachter met een geel vlaggetje. Dat betekent dat er een gevaarlijke bocht op komt. Nee, het is een vluchtheuvel daar. Maar dat is geen probleem voor Gino de Bakker, misschien wel voor de mannen in het peloton. In het begin van de wedstrijd is er bij zo'n vluchtheuvel een zware valpartij geweest. Met als voornaamste slachtoffer de Fransman Patrice Esno. Men vreesde aanvankelijk voor een schedelbreuk, maar uiteindelijk zou het allemaal minder erg zijn. Bloeden overvloedig uit de hoofdwonden, is onmiddellijk naar het ziekenhuis gevoerd. Maar daarna zijn er meer geruststellende berichten gekomen over de toestand van die Patrice Esno. En zou alles zich beperken tot een hersenschudding en vleeswonden. Een kilometer of 7, 8 voor Gino de Bakker, denk ik. Eerste wagens komen hier stilaan toe aan de finish. Maar waar zitten de anderen? Niet dat ik wens dat zij bij de Bakker zouden komen, verre van, maar hij zal het nog moeilijk krijgen daar achter de volgers ook. Een groepje, hier de Bakker dus. De duik stilaan naar Tours toe. 7 renners zijn in de achtervolging dus gegaan. In wat stilaan een avondwedstrijd aan het worden is. Hier zitten we bij die achtervolgers. En rijdt de Bakker daar met die kleine voorsprong slechts op deze 7. Die we nu gaan proberen te identificeren, dacht ik. Maar we gaan weer naar de helikopter. En hier zijn we bij die achtervolgers. Maar we gaan er te snel voorbij om te zien wie daar zit. Eén man daar met voorsprong. Uit de ploeg van Ferdi Bracke. En waar zit Gino de Bakker hier? Oh, het gaat moeizaam nu. Ja, die helling is er te veel aan. Hier dus Gino de Bakker, maar hij zal geen stand kunnen houden. Daar komen de achtervolgers. En hij heeft het moeilijk, de Bakker. Alleen tegen die wind toch. In de afdaling nu weer.
Hij kijkt om, want hij weet dat de achtervolgers niet veraf meer zijn. In die afdaling, in die bochten, is de Bakker dan weer licht bevoordeeld tegenover de achtervolgers. Omdat het makkelijker alleen rijden is, maar u ziet hoe voorzichtig je daar moet zijn. Ondanks het slechte weer toch nog behoorlijk wat publiek opgekomen. Zeker hier bij de aankomst staat veel volk. En één man komt daar bij de Bakker. Eén man komt daar bij de Bakker, dat is Adrie van der Poel. Adrie van der Poel erop en erover. Adrie van der Poel, de laatste winnaar van deze herfstklassieker. Zij heeft dan in de andere richting gereden vorig jaar. Heeft dus Gino de Bakker te pakken gekregen. En de anderen komen ook terug. Van der Poel in elk geval dus met de Bakker. Nog twee renners die daarbij komen. Dus vier leiders op dit moment. Twee kennen we ervan. Er komt nog een vijfde aansluiten ook. Van der Poel en de Bakker. Nog een zesde zagen we er ook. Dat groepje gaat helemaal terugkomen. Hier dus Adrie van der Poel. Maar kijk eens, dat is een vrij omvangrijke groep toch. En dat heeft Van der Poel ook gemerkt aan een demarrage rechts hier. Dat lijkt mij Christophe Lavent te zijn. Lavent, de commentator. Hier Stefan van Leeuwen. Ja, Stefan van Leeuwen. Met Lamaire, dacht ik maar, niks Lamaire. Hier een man uit de ploeg van den Broeke ook. De Belgen laten zich in elk geval zien in deze finale. Dus een demarrage van Christophe Lavent. Maar niks Lamaire is meegaan. Snelle man die Lamaire. We hebben vanmorgen nog met hem staan praten voor het vertrek. En weer demarrages links rechts. Kelly zit daar ook. En Lavent en Lamaire bijgehaald. Weer wat kleine verbrokkelingen in die groep, in die bochten daar. Hier achteraan is dat Mathieu Hermans, ja. Snelle man die Mathieu Hermans. 25 overwinningen maar voor het overgrootste deel in Spanje behaald. Waaronder 6 etappes in de Vuelta en geen in de Tour. En men zei altijd, ja, het is een sprinter met beperkte inhoud. Goed voor een paar ritoverwinningen in Spanje, maar meer kan hij niet. Gaat hij hier vandaag bewijzen dat hij ook een klassieker als Parijs Tour kan winnen. Maar het groepje is nog vrij groot. Vooraan daar weer een demarrage van iemand uit de ploeg van den Broeke. Is dat Goossens alweer? Goossens, ja. Jan Goossens inderdaad. Nieuwe aanval van Jan Goossens. Erg bedrijvig in die finale. Die ploeg doet het goed. En je moet wat geluk hebben, maar één keer kan de goeie zijn. We rijden nu stilaan Tour binnen. Aanval dus van de man uit de derde streek, Jan Goossens. Met het nummer 124 daar. Winnaar van de grote prijs van Isbergen. Maar vooral een helper van formaat. Een man die zeer hard en zeer veel werkt tijdens de wedstrijden. En die nu zijn kans mag gaan als hij goed rijdt. En die kans pakt ook wanneer het maar kan. We zagen hem daar straks al, nu opnieuw. Maar er wordt gereageerd weer. Voor Goossens zou het hier wat moeten stilvallen. Goossens wordt er eind deze maand 26. En won dus een 3 weken geleden de grote prijs van Isbergen. Dat is zijn enige overwinning van dit seizoen. En het peloton is daar vlak achter. We gaan stilaan naar de laatste kilometer. We zitten al in die laatste rechte lijn dus. Maar opgelet, want dat beeld is bedrieglijk.
Goossens zal het wellicht niet kunnen houden. Goossens die volgend jaar dus ook meegaat met Walter Godefroot naar die nieuwe ploeg, maar hier nog meer dan zijn contract vervult en zijn huidige sponsor nog reclame bezorgt. En dat is Gaillant, ja, Martial Gaillant daar in de tegenaanval. Goossens die het moeilijk heeft, maar kan hij nog stand houden? Jan Goossens, dat is op karakter nu doorgaan. Het is nog ver hoor, verder dan we denken, maar het ziet er toch redelijk goed uit. Want dat beeld is bedriegelijk dus met die telelens. Jan Goossens onderaan het stuur, vastklampend nu. Daar komt Martial Gaillant, maar die kijkt ook om. Goossens moet nu alles eruit persen, maar het is nog een eind te rijden. Het is nog een eind te rijden en het peloton, wanneer dat echt op snelheid is, zal Goossens misschien nog te pakken krijgen. Want bij Goossens is alles eruit nu. Hij is leeggereden. Dit is echt nog op karakter. Jan Goossens, niet te veel omkijken moet hij doen nu. Ja, onder de arm is loeren, maar doorgaan. Blijven doorgaan. Nog eens proberen het ritme op te trekken. Recht op de trappers. Jan Goossens, het peloton erachter. Kan hij stand houden? Jan Goossens voorlopig nog niet te zien in de rechte lijn hier. Een sprint daarachter met Jan Goossens. En kan die nog stand houden? Erik van der Aarde, meen ik, komt daar nog. Jan Goossens, wij zien nog niks in de laatste rechte lijn. Jan Goossens gaat bijgehaald worden. Nee, kan hij het nog houden? Jan Goossens, komt hij eraan? Hij gaat nog net buiten de greep van het peloton blijven. Wellicht kan hij er nog. Of wordt hij op de... Nee, het is Pieters, die wint net voor Jan Goossens. En Lamere is derde. Peter Pieters wint hier nog. Peter Pieters wint hier nog. Terwijl daar ook renners gevallen zijn voorbij de aankomst. Maar wat een finaal nog. Jan Goossens, de pechvogel. Ongelooflijk. Ja, het was te verwachten, Jan Goossens. Op de streep zelf werd hij geklopt door de Nederlandse kampioen Peter Pieters dus. Terwijl hier de jonge Louis de Koning door de finish komt. Een valpartij is daar gebeurd. Daar ziet u links daar voor die wagen liggen renners op de grond. Daar zien we het vanuit de speciale camera boven de streep. Een soort finishfoto. Maar wat een spanning nog in die laatste rechte lijn. Ik zei het, Jan Goossens, het was moeilijk, dat peloton zit daar vlak achter. En wie dan nog reserves heeft, die kan nog wat doen. En Peter Pieters, die had nog reserves. Goossens dan en Marnix Lamere. Misschien kunnen we die aankomst, dat zou zeer wenselijk zijn, nog iets bekijken. Daar zien we het, Jan Goossens dus nog. Jan Goossens en daar Peter Pieters. Kijk, op 50 meter hooguit Goossens die nog probeert, maar dan komt Pieters. Lamere die zich te vroeg gewonnen heeft gegeven daar. Als Lamere doorgaat, dan wint hij misschien wel. Lamere die daar aarzelde of is er wat anders gebeurd, dat hebben wij niet gemerkt in elk geval. Dus Goossens die nog is. Jan Goossens, ja, 2 meter voor de streep was hij nog winnaar. Hij pakt op een paar centimeter na hier een klassieker. Wat een succes zou dat geweest zijn voor hem en voor zijn ploeg. Maar geen verwijt voor hem, want hij heeft schitterend gereden. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Kijk, daar zit hij nog voor. En volgens mij rechts begaat Lamere de fout door niet echt door te sprinten. En dan Pieters. Ja, in de laatste meters gaat hij dus nog voorbij. Jan Goossens, de ontgoocheling natuurlijk voor Jan Goossens. Hier hebben we Peter Pieters, dus kampioen van Nederland. En nu ook winnaar van Parijs-Tours. Hij volgt op de erelijst de landgenoot Adrie van der Poel dus op. Het is geen verrassing dat een Nederlander hier wint. Ik heb al gezegd, dames en heren, gezien de aard van het parcours. Gezien de aard van het parcours en de weersomstandigheden zijn het de renners uit het noorden, zullen ze hier wel zeggen, in Frankrijk, die zich het best moeten voelen. Kijk dus, Peter Pieters komt daar naar voren geschoten. En gaat dus nog net voorbij Jan Goossens. Zo dichtbij een klassieke zege. En dan de meest ondankbare plaats, de tweede.
We zagen daar ook nog even Jacques Godet. Nog altijd van de partij.